Hey allemaal en welkom bij een gloednieuwe Planetcraft aflevering hier op David 2. Vergeet niet even te liken en natuurlijk even te abonneren om op de hoogte te zijn van nog meer van dit soort updates. Want er gaan er nog heel erg veel meer komen. Onder andere het nieuw stukje land. De paardenupdate gaan we er even uitgebreid over hebben. En we gaan ook nog een bouwtutorial video hebben over hoe je de spijkermatten, het nieuwe item wat we natuurlijk in 2 video's geleden hebben uitgelegd, het allerbeste kan toepassen. Maar vandaag zijn wij met een heel belangrijk iemand. En die staat hier. Hij heet Traveling Merchant. Ik vind het een beetje een rare naam, maar we zijn met deze mensen. We hebben Delvin, we hebben Jesse en we hebben Dirty Player. Eigenlijk wel bekende spelers, ook voor de kijkers thuis. Delvin natuurlijk de grootste scammer, ook wel bekend als Krimotos. Ja, dat wist je niet dat ik dat nog wist, hè? Nou, jawel. Jesse natuurlijk een Alaskiaan, tot die volgens mij de afgezette soort Duffy. Gaan we het vandaag helemaal niet over hebben. En Rico, misschien wel een van de bekendere namen van onder andere Mytopia en ook zeker de lobby. En Twitter, ook nog eens een keer. We gaan vandaag het HP-systeem eens even testen, jongens. Ik heb het de vorige keer samen met Tim gedaan. Nou, ik denk dat Tim en ik misschien wel een van de slechtste PvP'ers van de hele game zijn. Van de server. Jullie kunnen dat allemaal wel een stukje beter. En we gaan voornamelijk kijken naar... wat is nou het allerbeste wapen? Ik zou bijvoorbeeld gewoon kijken... Ja, die doet het meeste damage. Dat is het beste wapen. Maar het kan zijn dat er een langere cooldown op zit. Of geen poison. Of geen special ability. Het kan zijn dat ik ga kijken naar gear met... Zo, dat is vet veel HP. Die wil ik hebben. Maar dat die gewoon minder regen heeft en geen resistances. En hopelijk kunnen jullie dat allemaal wel wat beter. We gaan eerst eventjes, denk ik, gewoon naar wat leuke gear kijken. Ik heb gevraagd aan de PL's om wat overpowered gear te pakken. Ik ga denk ik voor de Reinforced Iron. Die vind ik er gewoon mooi uitzien. Dus die pak ik. En jullie mogen gewoon lekker zelf kiezen, jongens. Het maakt niet uit. Eens even kijken. Je kan niks verkeerds pakken. De beste setjes zijn waarschijnlijk Grim en Kyrian. En Opaal aan de linkerkant. Maar pak gerust iets anders. Phoenoxian, Alien, First Band. Is voor mij ook een heel leuk setje. Je mag kiezen wat je wil. Dan eens even kijken. Doe dat eens eventjes. Ah, Rico gaat voor Phoenoxian. I like it. First Ben. Nee, Second Ben is het of First Ben? First Ben. Ja, First Ben. Jij hebt opaal volgens mij, Delvin. Yes, hier voor special opaal. Het verbaast me ook helemaal niks. Nou, we zien gelijk, en de kijkers kennen het natuurlijk al, dat je HP weer op begint te lopen. Je hebt geen damage gekregen. Je krijgt gewoon simpelweg meer HP-punten erbij. Hartjes zijn eigenlijk alleen maar een indicatie hoe ver je bent van 0 tot 100%. Het wordt vanaf dit moment alleen maar beter. Tenzij we de gear weer uittrekken. Opsomming, Jesse. Rauw HP, hoeveel heb je? Ik heb er 3000. Oké, ik heb 3050. Rico, je hebt een heel stuk minder. 2650. Ja, en Delvin? 3527. Oké, maar dat zegt nog allemaal helemaal drie keer niks. We gaan eventjes hier naartoe. En dan gaan we even zo meteen een wapen uitzoeken. Om ook even daadwerkelijk de damage te kunnen testen. Ik ben namelijk wel benieuwd. Wat hebben jullie er allemaal extra op zitten? Ik zal even beginnen. Laten we de chestplate pakken. Dat is het beste voorbeeld. Want dat skilled down en up, zeg maar, vanaf daar. Ik heb 6 bonus regeneration. Ik heb 3% melee resistance en 2,5% projectile resistance. Had ik bij de steel, dan... Trouwens, die hangt die gewoon. De steel is natuurlijk een stuk beter. Ik heb iron. Het is zeker niet het beste. Maar het is wel al sterker als gewoon steel, zeg maar. Yes. Dan gaan we naar Jesse. Je hebt voor mij heel erg veel verschillende stats, of niet? Nee, volgens mij allemaal wel hetzelfde. Wat? Kijk op de chestplate. Wat staat er allemaal op? Oh ja, bonus regeneration 6, Thorns 2, Burn 10%, Slow 5% en Melee 2,5%. Ja. Niet verkeerd. Nee, niet verkeerd. Dus ik heb 12% Melee, want ik moet het keer 4 doen, en je hebt 10% Melee resistance. Dus in principe, heeft iemand het houten zwaardje nog? Ja, ik. Geef hem eens even. Nee, sla mij eens even. Kijk hoeveel damage hij doet. Nope. Ja, jij hebt hem nu beet. Oké, komt-ie. 117 8. Doet hij. Maar jij kreeg er vervolgens 8 af, omdat hij de dus torrents heeft, ja. Inderdaad, ja. 117, dan mag jij mij eens even slaan. Als het goed is, doet hij minder. Ja, een klein beetje minder. Oké, nou Delvin, dan schrik je echt. Zelfde wapen, hè? En nou Rico? Ik bedoel maar. 30. Ja. Oftewel, het setje wat Rico aan heeft is heel erg fijn. Ik bedoel, wij zouden allemaal stuk voor stuk sterven in de ruimte, momenteel. 100%. Aha. En wij gaan hartstikke dood onder water. Allemaal. Rico, die kan gewoon een uur AFK staan op de bodem van de oceaan. En die zou, als hij een raket had, nu al op Mars kunnen zitten met dit pakje. Dus het heeft heel erg veel voordelen, maar het heeft ook gewoon een aantal nadelen. Je ziet gewoon, ouderwetse wapens hebben daar best wel veel effect op. Rico, wat heb jij wel op je gear zitten? Overduidelijk niet heel veel HP. Bonus regeneration 6.
Burn 15 en Explosion 15 per item, dus 60. Oké, okay, ja. Sorry, vertel nog een keer. Vanaf Explosion 2,5. Oh, dat was het. Oké, okay, ja. En ik weet dus ook dat je... Oh, dus je hebt geen Aqua Infinity. Je hebt geen Water Resistance. Nee. Voor mij zijn ze die vergeten, want die hoort er zeker op. Eigenlijk op Aquata, op deze, allemaal. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de vacuüm verpakking ding. Die zit er ook op. Maar dat zit ook überhaupt nog niet in de game. Dat je zeg maar ook in de ruimte kan zitten. Die zit daarop, maar die zit ook bijvoorbeeld op het alien setje. Dus zeker een stats die, ja, ja, die er nu nog niet op staat. Maar wel even handig om dat te onthouden. Delvin, dan jij. Ja. Je hebt voor mij samen met de gouden variant de beste gear uit de game op dit moment. Ja, ik had eventjes naar de stats gekeken. En ja, ik schrok eigenlijk wel hoe OP deze was. Want ja, alleen de chestplate geeft al extra 100, 800 wel. Ja, blijf vooral dan praten. Want ik ga even een andere hele goede pakken. De bonus regeneration heeft 8. Dus je krijgt per stukje 8 extra HP per seconde. Ten opzichte van de 6 die wij hebben, ja, ja. Precies. Projectile protection 6,5 mm-hmm. per stuk. Melee 6,5. Bullet 3. En explosion 3. 6,5 per item op melee. Ja. Dus dat is 6,5 is 13. 26%. Ja. Dat is zeker Totaal. Heel erg goed. Ik heb momenteel het Kyrian setje. En ik heb nog veel meer dingen. Ik heb namelijk zo'n 3000 HP, dus dat is het gewoon goed, zeg maar. Dan heb ik alleen ook nog eens een keer 10 bonus regeneration. 5 torch per itempje. 10 burn, 5 poison resistance, 5 slow resistance, 15 fall resistance, 10 drowning, 10 melee, 10 projectile, 10 bullet, 5 laser en 20 explosion. Kan dat niet minder? En dat is dus de vraag. Deze heeft meer HP en iets meer melee resistance. Maar welke zou dat daadwerkelijk beter zijn? Nou, het moet geen herhaling video worden voor de kijkers thuis. Deze stats kun je ook allemaal terugkijken op het Google Docje op planetcraft.nl ten tijde van deze video. Dit is een itempje wat gemaakt... Oh, iemand mag hem oppakken. Deze kun je zelf gewoon craften in de update. En is eigenlijk een verbeterde versie van de steelsoort. Want omdat die wat langer is, kun je er harder mee slaan. Dan heb je meer het swing effect, zeg maar. Ja, Rico, hoeveel damage staat erop? 230. Ten opzichte van het houten zwaardje van Jesse. Van 130. 130. Ja. En de steelsoort, ik weet het even niet uit mijn hoofd. We kunnen wel even deze pakken. Die doet 190. Nou, is heel erg lekker. We gaan even nog even kijken hoeveel het daadwerkelijk is met al onze resistances. Sla mij eens eventjes een keer als je wil. 172. En nou Delvin. 178. En nou Jesse. 207. Melee resistance gaat in de... Vooral in de medieval tijd, in deze update, belangrijk zijn. Want de meeste mensen, Delvin, die slaan gewoon nog steeds met de zwaarden. En ze schieten met pijlen. Ja. Zodra wij M16's hebben, is alles heel anders. En zodra wij granaten en RPG's hebben, is alles compleet anders. Want dan ga je in één keer naar explosion, bullet damage, resistance allemaal kijken. En, ja. Ja, dat duurt alleen nog zo lang. Dan mag jij deze pakken, Jesse. Tik hem eraf. Welke? Deze, hierzo. Hallo. Hallo. Loopt de server vast? Ja, volgens mij wel. Dan zijn we zo terug na de reclame. Nou, de server viel even uit, jongens. Maar Jesse ging geloof ik dit zwaard pakken. Dus go for it. Tik hem eraf. Die doet wel even wat meer. Even voor het idee. Hoeveel deed jouw swingsoort, Rico? 230. Ja, nou, die is dus wel wat goedkoper om te maken dan deze. Zeg maar een hele slok om borrel goedkoper. Jesse, laat maar even weten. Hoeveel doet hij? Je kan het ook gewoon op het zwaard. Je moet hier gelijk mee slaan. Oh, 280. Oh, 280. Je wou me gewoon even Dat doet wel damage, ja. Maar dat is dus inderdaad een heel stuk meer damage. Nou, om dan even aan te geven... hoe bijvoorbeeld... nou, laten we deze even pakken. De items die op de crate zitten... die doen meestal wat minder damage. In dit geval bijvoorbeeld 240. Maar met een extra catch. Kunnen we nog even eentje pakken. Laten we... Oeh, ik vind deze ook wel leuk. First Man. Hoeveel doet die? Die doet 235 damage. Hoeveel deed die van jou, Jesse? 280. Oh, oké. Okay. Nee, voor de mensen die nog steeds pay-to-win volhouden, zeg maar. Deze kun je gewoon maken, zeg maar, die jij daar hebt. Dat is gewoon een recipe. Ja, deze, ja. Ja, daarvoor heb je een huidig steelsoort nodig. En dan moet je inderdaad, wat Delvin net al even buiten de opname zei, heel veel resources bijzetten. Maar dan, heb je wel het beste wapen uit de game. En heb je weer een betere kans om een 1 versus 1 gevecht te winnen. Dan hebben we natuurlijk ook nog een paar andere items. Heeft iemand deze bijvoorbeeld wel eens gezien? De Broken Sword. Nope. Broken Sword is een itempje die in de eerste 2-3 weken uit de game, zodra we uit beta waren en de game was gelanceerd, zat deze in de crates. Ik dacht dat het met het bloed was. We hebben ook een met bloed, maar dit is de Broken en deze is dus eigenlijk ook cursed.
Ik zal je een idee geven. Chosen Sickness, wat hij bijvoorbeeld heeft. Komt hij, Delvin? Gaat het lekker, jong? Gaat het goed? Oh my god, nausea 3. Gaat het lekker, Delvin? Hallo? Delvin? Hallo? Die allemaal echt alles spezen. Ja, nadeel is dat ik het maar elke halve minuut kan doen. Dus ik kan het één keer ermee verrassen en daarna focus je mij helemaal de tering in waarschijnlijk. Nou, dat vind ik wel een mooi wapen voor jou. Dan hebben we bijvoorbeeld de Emperor of Kinesh. Nou, dat is een 240 damage. Maar die doet dus bleeding. Let even goed op als ik Jesse hiermee sla. Wat hij aan damage doet, daar gaat dus nog eventueel melee resistance van af. En daarna is het volgens mij bleeding. Nou, daar heb je geen resistance tegen. Poison werkt allemaal niet, dus het is true damage. 216. En, hallo, gaat hij nog wat doen? Hij doet het wel. Ja, er gaat Eén, wel wat vanaf. Eén tik of zo doet hij maar, volgens mij. Hoeveel? 8 extra staat er. 20. Hoe kan het dat hij hem niet ontvangt? Rico is wel misschien de lul. Misschien is dat een volledige setbonus van... Oh, natuurlijk. Hij kan ook dikke resistances daartegen hebben. Ja, nou, dat kunnen jullie op de Google Docs allemaal vinden in ieder geval. Dan heb ik voor Rico een heel gaaf wapentje. Ik heb geen idee wat hij doet. Survival of the fittest. Oh nee, laten we die maar even niet proberen. Het wapen kennen jullie waarschijnlijk wel. Past eigenlijk meer bij Jesse, bij het setje. First Man namelijk. Deze is, zodra jij jouw HP onder 15% of 400 HP valt, dan doe je 30% meer damage met alles wat je doet. Een soort van rage. Een soort van rage, inderdaad, ja. Oh, en voor de rest, doet hij het gewoon wel leuk, zeg maar. Ik vind dit wel leuk, want ik heb je gezien hoe jij speelt, Delvin. Sla ons maar even een keer. Oh, ja. Er gaan gewoon coins bij mij af op dit moment. Bij hun ook, of niet? Rijk. Ja. Oh, kan dat per persoon? Ja, je krijgt 15 coins en dan moet je zoveel seconden wachten. Dat is 20 seconden. Ja, maar hij doet nog best wel redelijke damage ook, volgens mij. Ja, even kijken. Hoeveel coins ging eraf? 15. Elke 20 seconden. Even kijken, en dan is het gewoon een melee met 235 damage. Netjes. Goed, dan hebben we natuurlijk nog meer wapens die we even kunnen laten zien. Wie wil deze trouwens even hebben? Het bleeding effect, die dus geen effect op Jesse heeft. Ik vind hem wel voor Rico een heel mooi wapen. Eigenlijk moet Jesse hem dan juist hebben. Ja, juist. Ja, jullie bieden. Precies, want blijft hij... Ja, doe eens op mij. Hit me. Oh. Bij jou werkt het ook niet. Nee. Alleen bij mij dan. En ik heb allerlei poison resistances in de duivel. Delvin ook niet. Rico is gewoon een lul. Of het is, ik denk dat het één keer in de zoveel tijd is. Dat zou ook nog eens keer kunnen. Ik heb hier de Grim Reaper, die heeft de Cursed One. Ik heb geen idee wat het is, maar het is een van de allerhoogste damages die er is. Sorry, Rico. Oh ja, deze. Wow. Oh ja, deze. Zie ook helemaal niks meer. Nee, zij zien ons nog gewoon, hè? Oké, Delvin, jij speelt nog steeds leak, hè? Ja. Oké, sla Jesse even. Jij en Jesse krijgen allebei hetzelfde status effect. Blindness 3. Ja. En het duurt even lang. Dus het is alsof je met z'n tweeën even opgesloten bent, zeg maar. Oh my god. Ik heb die in-game. Ja, als het goed is, en ik weet niet of ze dat erin gebouwd hebben, maar volgens mij wel, is het ook dat alleen jullie twee damage kunnen doen op elkaar. Het maakt niet uit of ik Delvin daarna sla of Jesse. Nou, we kunnen het wel eens proberen. Ja, het was de bedoeling, maar ik weet niet of het erin zit. Rico, en dan moet Jesse mij proberen te slaan. Ja, doe eens even. Oh, wacht. 15 seconden wachten. Ja, dat lukt wel. Maar ik krijg wel bleeding. Okay. Ja, je bloedt. Hij bloedt. Lekker! Do you even bleed? Nee, het is van Superman. Goed, nog een paar zwaardjes, jongens. Deze orderzwaarden, die hebben een soort heal. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar Jesse, sla mij even een paar keer als je wil. Ja, kom maar. Ja, lekker, man. Oh, nog een paar keer. Oké, top. Je ziet nou dat mijn regen door mijn setje 19 is, maar nu is hij 24. En dat duurt ongeveer 20 seconden, geloof ik. Gewoon meer regen. Je hoeft maar één keer op de grond te hitten met je rechtermuisstop. En je hebt een extra regen. Voor mij zie je ook... Je ziet particles. Ja, precies. Allemaal hartjes. Ja, dus heel erg fijn. En voor de rest doet hij... Delvin. Ja. Voor mij doet 275. Ja. 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 295 damage. Maar besef dat dit zwaar trouwens, hè. Hoeveel deed hij, Jesse? 280. Ja, en dat is de non-enchanted variant, hè? Dus die gaat nog twee tiers omhoog. Ik geloof dat die eindigt op 330. Dus die zal altijd hoger zijn dan de mooie enchanted dingetjes. Dan hebben we nog twee. En dan gaan we maar eventjes gewoon even vechten, denk ik. Eentje is mij heel bekend. Wat zei je? Die groene, die is mij heel bekend daarvan. Heb jij die? Ja, dat is ik ben de enige in de server met dat zwaard.
Weet je wel wat hij doet? Nee. Rico, je mag hem op Rico proberen. Omdat jouw zwaard is, go for it. Op Rico proberen. Hoeveel damage doet hij? Laten we daar eens mee beginnen. Ga maar los. Hij doet 250. Hij geeft wel leuke particles. Besef, als jij ook de dit is poison volgens mij. Besef, als jij ook een bleed zwaard zou hebben. Oeh. En je slaat pap met beide even een keer. Dan heeft hij een dubbele debuff. Dan heeft hij gewoon negatief min 20 regen volgens mij. Want dat is het, hè. Als je 20 HP per seconde doet, je regent, wat is het? 20 HP, 15 HP per seconde. Ja, 15, dat is gewoon weg, eigenlijk, zodra je met die wapens vecht, zeg maar. Dan hebben we nog eentje. Wie van jullie heeft slow resistance op hun gear? Even kijken. Ik niet. Nee, ik niet. Ik wel. In ieder geval. Ik ook. Wie had dat, Jesse? Ja, ik. Oké. We gaan het toch even proberen, alsjeblieft. Hé, je bent slow. Lopen, rennen! Ah, slomerik. Nou, je kan dus met bepaalde gear kun jij tot 80% slow resistance kun jij hebben. Het is een beetje een ding dat Delvin het heel goed kan uitleggen, want die speelt onder andere MOBA's. Het is maar een beetje wat de meta van de game is. Als bijna niemand wapens gebruikt met slow, is de gear waar slow resistance op zit wat minder zeldzaam, wat minder gewild. Nou, het is ook useless. Ik bedoel, waarom zou je slow resistance hebben als er niet gesloten wordt? Precies. Ja, precies. En dan in één keer komt er een nieuwe set uit die taunts geeft in de vorm van slowness in plaats van damage. En opeens komen er twee ijswapens uit die slow geven. Wat gebeurt er dan in één keer met de poison resistance gear en wat gebeurt er dan in één keer met de slow resistance gear? Dat switcht, daar komt vraag naar. Dat switcht in één keer om, zeg maar. Dus het is heel handig om... Sure, het setje wat Rico heeft zou ik nu niet eens aanraden om mee te vechten in de server. Zonde. Moet je bewaren. Het is een prima gearsetje. Ongeveer vergelijkbaar aan steel. Ietsje beter zelfs. Maar veel meer ook niet, zeg maar. Wat deze jongens aan hebben. En eigenlijk ook wat ik aan heb. Dat zijn echte vechtersetjes, zeg maar. Weet je wat? Jij mag hem hebben, Rico. Dank je. Dat dacht ik. Dan hebben we ook nog wat boogjes. Laten we daar even mee eindigen. Hebben we ook nog pijlen ergens? Nee, dat zijn niet de goede. Ik ga even snel in creative. En dan gaan we eventjes matten met elkaar. En dan wil ik daarna jullie mening weten waarvan jullie denken dat gaat heel goed zijn. Ik denk dat Delvin de sterkste is. Hier. Durf ik dat te zeggen? Ja, qua ja, dat denk ik ook. Ik denk het ook wel. Dat betekent dat jij geen boog krijgt. Rico wel. Met ook... Oh, dat werkt natuurlijk niet. Met ook een paar pijlen. Ik zal wel even in survival gaan, want dan kan ik het gewoon droppen. Hoppakee. Dan gaan we het moeilijk maken voor Rico. Want dan gaan wij hem een veel betere chestplate geven. Waardoor zijn stats veranderen. Maar gaat hij hem aantrekken of niet? Kijk naar je base stats en kijk naar je dingen. Ga je dit doen of niet, Rico? Ga ik hem aantrekken. Weet je het zeker? Want je setbonus vervalt, hè? En als dat een setbonus is van, je pakt nul fall damage. Dat is hartstikke handig in een game als dit natuurlijk. Maar niet in een gevecht. Dus ga je hem aanhouden of niet? Voor nu wel. Oké, voor nu wel. Dan doe ik lekker deze aan, heb ik ook in ieder geval wat. Ja, Jesse, jij krijgt van mij ook een prachtige mooie bow. Maar je krijgt maar een paar pijlen, want je bent al sterk genoeg. En dan gaan we deze... Weet jullie wat deze doet? Geen idee. Hij ziet er wel heel cool uit. Ja, het is het beste wapen uit de game. Is ook nog niet in-game trouwens. Gaat alleen via events in-game gebeuren. Wie had de Flaming Order? Vlammenzwaard. Wie was dat? Ik had hem net in mijn inf. Alleen ik had hem, of tenminste ik wilde hem verplaatsen met mijn Grim Reaper. En toen zei hij in één keer Grim Reaper repaired. Ja, je moet toen was hij weg. Klopt. Ik had het net dat ook de, met de laatste, laatste bug. Je moet echt even items moet je losslepen. Vanwege het repair stukje. Dat is met de livegang uiteraard gefixt. Maar je kan laat toch geen wapens over elkaar slepen of gear over elkaar slepen. Ja, dus die is weg. Ja. Deze doet. En niet gelijk schrikken. 600 damage. Jeez. Dat is een hoop. Het dat is nadeel is. Bij elke hit doe je 300 damage op jezelf. Ja, in een groepsfight is dat niet handig, maar in 1v1 is dat heel leuk. Dit is het 1 versus 1 wapen, inderdaad. Daar komt het op neer. Deze gaat naar Delvin. En die heeft de meeste HP en is de raid boss. En die mag het zo meteen tegen Jesse en tegen Rico opnemen. Kom, we gaan even naar het terrein toe, jongens. En we gaan eens even kijken of dit überhaupt een fair fight is of niet. Ik zou zeggen... We gaan een klein beetje iets bouwen voor Delvin. Dat lijkt me een goed idee. Dat hij in ieder geval de mogelijkheid heeft om de pijlen af te slaan. Zo. Delvin, ga jij maar even lekker achter deze dingetjes staan. Lijkt me een goed plan. Hou je HP goed in de gaten.
Want nogmaals, ik zou die Demon Cursor als executor gebruiken. Misschien niet eens als main wapen, want je killt jezelf heel snel. 10 hits en je bent zelf dood, hè? Zonder regen. Mm-hmm. Team Jesse en Team Rico. Met z'n tweeën tegen Delvin. Besef dat jullie ook damage op elkaar doen. Jesse, welke wapens ga jij gebruiken? Nou, ik had net ook die repair ding. Ik heb alleen deze zwaard nog. Oké, okay, je doet gewoon pure rauwe damage met je steel sword. Rico, wat heb jij in de aanbieding? Ik ga eerst met de Sloane sword. Oh, dat is fel. Ja? En dan switch ik over naar de First Man sword. Om hem één first... Ja, oké, okay, Delvin, good luck, maat. Ik zou zeggen 3, 2, 1, vecht. Natuurlijk gaan ze eerst bouwen, maar jullie zullen in de buurt moeten komen, jongens. Je gaat Delvin niet halen, niet hit op deze manier. Of bijna niet. Oh, en dan gaat Delvin. Wat heeft hij voor wapen? En besef dat Rico weinig wapens heeft, volgens mij. Wow, wow, wow. Okay, iemand is poisoned. Het is Rico. Oh, daar gaat de Demon Cursor. Oh, ik kan niet volhouden. Oh, iemand wordt geheeld ook. Wie werd er geheeld? Ik weet het niet. En Delvin is dood. Hoeveel HP had je over, Rico? 3,5 had je. Jesse? Dus 800. Ik had 2500 over. Oké, okay, dus hij heeft voornamelijk bijna Rico gekild eigenlijk. En Jesse een vierde eraf ongeveer. Ja, oké, okay, ja. Nou, hebben jullie alles opgepakt? Ja, ik heb ze loot. Ja, dan zou ik het maar eens even op gaan pakken, want hij heeft het uiteraard opnieuw nodig. Je merkt wel dat een 2v1 blijft lastig, zelfs met dit armor. Dat denk ik ook wel. En ik hield mezelf nog met het zwart. Ja, dat kon je inderdaad ook nog doen, ja. Moet je nagaan. Wij gaan eventjes een kleine aanpassing doen bij Rico. Die krijgt namelijk het andere stukje van de Grim ook. En je bent bij deze officieel een Grim. Dan gaan we jullie ook even een leuke wapens geven. Mag jij de Grim Reaper niet meer gebruiken, Delvin? Zitten hier wapens in? Ja. We zijn zo terug naar de reclame en we gaan even 2 unieke wapens geven. Dus tot zo. Mensen, we zijn weer terug. Ik sta nog steeds in Creative, maar dat maakt allemaal niet uit. We hebben hier Rico die het... Waar is je helm? Ik heb een helm op. Dat is de verkeerde. Je hebt er geen volledige setbonus zo. Je moet die andere op doen. Oh, ik kreeg deze net. Maar je hebt ook de Grimhelm. Nee. Nou, dan heb je die gekopieerd, want ik heb hem niet meer. Good luck, Rico. Hoeveel HP heb je? 28,25. Rip, oh. Hoeveel heb jij, Delvin? 3,5k. Oké, okay, dan gaan we het eerlijk maken. En dan gaan we Delvin deze geven, die hij op moet zetten. Hoeveel heb je nog over? Even kijken, hoor. 3000, precies. Helemaal top. De wapens zijn, Rico... Cleaver of Onos Sword. Ja, voor knockback. Oftewel, jij kan als je hem wil op afstand houden. Elke vierde hit knockt hem volgens mij back. Dus niet elke. Delvin, jij hebt volgens mij... Mediction General Sword gekregen en de Kales Sword 1. Ja, waarmee we jou natuurlijk wel weer opnieuw een voordeel geven. Want je hebt lifesteal en je hebt... Die andere is debuff volgens mij. Hits. Ja, volgens mij heeft dat te maken... Oh, dus ook elke vierde hit... 15 of 20% meer damage. Oei. Dat is best wel nice. Ja, Rico, daar wordt een probleem. Jij hebt wat meer resistances, dus ik hoop dat je het gaat redden. Maar ik denk dat het een skill matchup is. Ga jij lekker daar staan en jongens, pas alsjeblieft op voor deze dingen. Hè? Vooral jij, Delvin. Geen pijl en bogen. Welke? Er zijn geen pijl en bogen, dus je hoeft niet zo ver te staan. Deze dingen, als je daarin staat, dan krijg je damage. Oh ja, de nieuwe spikes. Ja. Oké. 3, 2, 1, mogen de best man winnen. Dus ik hoop dat jullie geregend waren, maar volgens mij wel. Zo, dat zijn... Hoe groot de hoeveelheid damage, jongen, die je daar ziet. Ik zie nog geen heals, trouwens. Misschien rechterbuis met het Kalis zwaard of zo op de grond. Ik weet het niet. Ik weet niet wie die gaat winnen. Oh! Ik ben dood. Hoeveel had je over, Delvin? Bijna 2000. Wat? Wow. Heb je hem zo gerekt? Mensen, ik denk dat we conclusie kunnen trekken. Laten we even met z'n allen hier weer naartoe komen. Deadly player naar mij. Er zit een heel groot verschil tussen welke gear je hebt, welke wapens jij gebruikt. Maar misschien nog wel belangrijker, Delvin, weet jij min te koppelen? Ja? Wat is nog belangrijker dan wat jij hebt en welke gear jij hebt en welke wapens jij gebruikt? Ja, toch een klein beetje kunnen PvP'en en toch ook wel een beetje naar je stats kijken van je armor. Ik denk dat het een mix ervan is. Ik denk dat heel veel mensen vergeten om te kijken wat de tegenstander aan heeft. En dat is ook nog wel belangrijk. Want dat zegt zoveel of jij op afstand moet blijven, bowen, of dat je kan zeggen, oh, die kan ik hebben.
Dat zegt helemaal niks. Misschien is Rico wel beter in PvP, maar had jij gewoon letterlijk het betere setje. En wat ik hoop is dat mensen een bepaalde combinatie weten te vinden met het beste wapen en de beste gear. Wat denk jij zelf met wat je hier gezien hebt, Jesse? Behalve natuurlijk dat grote zwarte zwaard wat we zagen hebben, die rood-zwarte. Wat gaat het allerbeste zijn in deze update? Beste setje bedoel je? Nou, wat is het beste wat je gezien hebt waarvan je denkt dat moet ik hebben? Dat die demons sword. Ja, behalve die, dat zeg ik net. Jezus, oké. Okay. Delvin, aan jou de beurt. Ja, om toch wat meer te gaan grinden voor in de game. Want als ik kijk hoe sterk dit armor is, dat special opaal, dat geeft zoveel, zoveel HP. Ja, dat is zeker heel goed. Dus ik denk dat we toch nog even iets meer titanium uit de grond gaan halen om dit soort setjes te kunnen maken. Om dit soort gasten toch even de les te leren. Ja, precies. Al doet hij ook 231 damage met gewoon letterlijk het craftable itemtje. Maar speciale dingen die je opgevallen zijn. En je zegt gewoon deze endgame gear voor medieval. Dat is gewoon wat je wil halen. En er zijn setjes zoals de Grim en de Druida. Wat gewoon uniek is in bepaalde situaties. Maar dit is al met al gewoon ietsje sterker. Ja, juist. Okay. Ja, precies dat. En dat wou ik zeggen Rico, maar Rico is weg. Nou, Rico, die is... Die moest, weg een deadband, omdat ik dood was. Ja. Nou, even op afstand dan. Wacht even, ik ga even... Dit ben jij. Zo, er staat een standbeeld van jou, Rico. Ja. Nou, Rico, vertel. Hey, ik denk dat ik toch de craftable wapens toch wel beter vind. Oké. Dus de sword die 330 damage doet. Ja, dat is heel krachtig. En dan de nieuwe gear natuurlijk. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook zwaarden die ook 330 of 380 damage doen natuurlijk. Zoals de Flaming Order bijvoorbeeld. En dus denk nooit dat je met je volledig gekrafte items denkt... Ah, Medaxian en iets paars of zo. Oh, dat is waarschijnlijk Star Trek wat Delvin aan heeft. Die kan ik wel aan. Nou, niet dus. Ik denk voornamelijk dat gear wat eigenlijk een soort van hidden passive heeft op de set bonus. Maar ook, je denkt aan 15%. Je kijkt naar je chestplate, je denkt... Nou, 3% melee resistance. Op het hele setje is het al 12. Dat betekent eigenlijk dat zij dus al 12% minder damage doen met welk wapen dan ook. Ik denk dat het voornamelijk om resistances gaat. En volgens mij had jij net zo'n wapen, Delvin. Zo'n poison wapen. En had je ook een bleed wapen. Ja, wacht even. Knal hem nog even één keer op Jesse. Toe even. Ah. Oh. Ah. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 keer 20. Dat is toch dat is 140 damage plus de base damage. Dat is eigenlijk, en die blijft gewoon door. Eigenlijk 400 keer per klap. En je kan hem natuurlijk niet altijd toepassen. Maar je zou kunnen zeggen dat die man bijna constant in poison is. Ik denk dat de damage over time items ook heel erg sterk gaan zijn. En misschien, ja, dat is helemaal bullshit, Delvin. Maar misschien nog wel sterker zijn dan de bepaalde craftable items in een toernooi. Want besef ook dat wij in Medieval wekelijks toernooi willen organiseren. Eigen gear, je mag de loot drop niet houden, dat moet je inleveren. Maar er zijn al hele grote prijzen te winnen. Onder andere misschien een wapen zoals deze. Of misschien wel, precies. Laat het maar zien, Delvin. Welke gear ga jij dan aantrekken? Ah ja, dankjewel. Ga je dan gewoon puur dit aantrekken wat Delvin heeft? Of heb jij een slim plannetje? Bijvoorbeeld, stel je voor dat je dit wapen hebt... Je hebt een beetje meer speed, dus je kan uit de handen van de ander blijven. En je hebt een ander iets waarmee je snel kan regenen om die 300 HP terug te krijgen. Dan heb je een probleem, Delf. Ja, dan mag je flink aan de bak. Dat bedoel ik. Laten we het daar opbouwen. Kom lekker gratis spelen, jongens. Op play.davidgames.nl, op Planetcraft. Op het moment van opnemen zijn er allemaal nieuwe landjes. Zijn er... Wow. Lekker dan. Allemaal nieuwe landjes beschikbaar. Er zijn prachtige, mooie manieren om heel erg snel credits te verdienen, uiteraard. Oké, gaan jullie maar even uitvechten. Ik denk dat Jesse dit gaat winnen, omdat Delvin geen helm op heeft. Hij heeft geen helm op die arme man en hij is bleeding. Heb je knockback iets? Ik weet het niet. Maar kom in ieder geval lekker spelen, jongens. En dan zie ik jullie heel graag terug op de server, uiteraard. Want Delvin echt compleet afgemaakt gaan worden hier. Op Planetcraft. Vergeet even te liken en te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!